Het is toch wel uh, heel gaaf dat, uh, dat er zoveel mensen over uh, enthousiast zijn geworden. Breda nu. Je weet het meteen. Bij boerderij Wolfsla kreeg Paul de Beer de groene parel uitgereikt in het tuinhuis van Charlotte. De groene parel is een Breda'se prijs voor gerealiseerde duurzame energieprojecten. Ja, de Groene paal is een prijs die Brest, de Energiecorporatie van Breda, een van de, eigenlijk de grootste, hebben die verzonnen als prijs om uh, eigenlijk duurzame initiatieven toe te juichen. Dus uh, iedere keer wordt een initiatiefnemer van een duurzaam initiatief, ja, die krijgt die als prijs, als waardering uh, voor, voor dat initiatief. En, ja, ik vind het wel heel bijzonder dat we hem nu als gemeente, dat ik hem in ontvangst mag nemen. Uh, ja, en Dat heeft alles te maken met de locatie waar we nu staan, met uh, Boerderij Wolslaar, die uh, op een fantastisch manier verduurzaamd is. Uh, maar ik had nooit verwacht dat we daar een prijs voor zouden uh, krijgen. Dat vind ik wel heel mooi. Ja, jullie staan bij het duurzaamheidscafé. Dat wordt georganiseerd door Groenplein. Uh, hier wordt zeg maar, uitgelegd hoe het tuinhuis van Charlotte is gebouwd van begin tot, uh, tot realisatie. Kun je iets meer vertellen over Groenplein? Uh, Groenplein is het duurzaam, duurzaamheidsknooppunt van Breda. Uh, we zorgen er eigenlijk voor dat um, het bedrijfsleven de overheid en de burger zeg maar, op één plek terecht kan, waardoor je met je duurzaamheidsvraag. Dus heb je een vraag over zonnepanelen of heb je een vraag over afval? Dan kun je zeg maar, terecht bij ons bij Groenplein. Wat betekent duurzaamheid voor de gemeente Breda? Ja, duurzaamheid uh, is. Op deze locatie wel heel erg breed benaderd. En dat is ook wel, de, denk ik, de goede manier om het te doen. Niet alleen maar gefixeerd zijn op energiebesparing of duurzaam energie opwekken, maar ook kijken naar welke materialen gebruik je. Is het circulair? Is het uh, uh, ja, gebaseerd op, uh, op bio, uh, biologische ecologische producten? Uh, heb je respect voor de omgeving, natuur, natuurlijke benadering? Maar kijk je bijvoorbeeld ook naar dingen uh, als waterberging. Uh, het wordt steeds belangrijker met een veranderend klimaat. Hè? Grillige buien, uh, uh, soms langer. Periode van uh, warmte. Nou, hoe ga je daarmee om met die, uh, met die thema's? En uh, ja, dat uh, is uh, geprobeerd om dat bij Boerderij Wolfswaar dus uh, te doen. En uh, ja, het is toch wel uh, heel gaaf dat uh, daar zoveel mensen over uh, enthousiast zijn geworden. Breder nu. Je weet het meteen.